Jari Schuurman, het is de laatste wedstrijd van de competitie. Er staat sportief niets meer op het spel, maar is dit voor jou een heel memorabele zondag? Ja, absoluut. Ik denk na 12 jaar je debuut mogen maken in Feyenoord 1, dat heel memorabel is voor mij. Ja. Had je daar stiekem vorige week in Tilburg al een beetje op gerekend? Nou, je hoopt er natuurlijk wel op, maar op gerekend wil ik niet zeggen. Het lag natuurlijk aan de wedstrijd. Het was geen goede wedstrijd, denk ik. We stonden wel 1-0 voor, maar het was een beetje rommelig. Dus ja, om vandaag mijn debuut te maken was wel een betere optie uiteindelijk. Ja. En je zat op die bank. Had je al een signaal dat je minuten zou maken vandaag? Nee, ik had geen signaal. Ik had wel het signaal dat Ajax op 1-1 stond. Dat kreeg je wel mee. Maar ik had niks van de trainer gehoord of zo. En op een gegeven moment, 5 minuten voor tijd of zo, kreeg ik van de trainer een schreeuw. En toen moest ik komen. Ben je dan gespannen? Wat ik me wel kan voorstellen namelijk. Nee, ik was eigenlijk helemaal niet gespannen. Het was nog 5 minuten, de laatste wedstrijd van het seizoen. Er stond voor ons niet veel meer op het spel. Tuurlijk, je wil winnen. Maar nee, ik heb eigenlijk geen zenuwen gehad. Nee. En dan ben je daar, loop je in die Kuip rond. Kun je dan nog iets van genieten van de omstandigheden? Ben je toch vooral met die wedstrijd bezig? Nou, ik genoot wel toen ik erin kwam. Of toen Peter Houtman mijn naam riep dat de Kuip zo tekeer ging. En daarna zit je gewoon in de wedstrijd, ben je ermee bezig. Toch even de 3 punten over de streep trekken. Ja, en daarna is het weer een beetje feesten door de bekerwinst natuurlijk en derde geworden. Ja, de Kuip gaat ook uit zijn dak omdat Ajax titel verspeelt. Is dat ook bij jullie spelers zo of niet per se? Nou, sommigen die hebben dat wel. Ik zelf ben natuurlijk echt een Feyenoord. Ik zit er al 12 jaar, dus ik vond het niet heel erg, moet ik zeggen. Nee, niet heel erg. Je zegt het netjes. Ja, ik hou het netjes. Ja, wat vond je van deze wedstrijd vanaf de bank? Ja, ik vond het moeilijk te zien vanaf de bank. Je zit best laag, dus wat dat betreft vond ik het moeilijk te zien. Maar ik denk dat we... Ja, gewoon een stabiele 1-0 overwinning hebben geboekt. Weinig in de problemen zijn gekomen, alleen in het begin, eerste kwartier. En daarna hebben we denk ik goed opgepakt, goede goal van Dirk, die mooi de keeper gespeeld. En niet meer echt in de problemen gekomen, 1 schot nog over van Santos. Dat was het denk ik. Heb je nu het gevoel na vandaag, hè? Want er gaat nog een paar weken getraind worden, dan komt de voorbereiding weer aan na een vakantie. Dat je kansen om in de komende competitie meer te spelen, dat die groter zijn geworden nu? Ja, misschien wel een stukje groter. Ik ga natuurlijk ook van mijn eigen kwaliteit uit, dus... Wat dat betreft denk ik zeker dat ik volgend jaar misschien veel meer minuten kan maken. Alleen het is nog even bespreken met Feyenoord of verhuur misschien de betere optie is. Dat ik echt vaak op eredivisieniveau in actie kom. Daar sta je zelf wel voor open, begrijp ik, of niet? Ja, we zijn er beide mee bezig. Ja, ik ben natuurlijk echt een Feyenoorder. Het allerliefst zou ik bij Feyenoord blijven en zoveel mogelijk minuten maken. Maar als een andere optie beter is, dan moet ik dat doen.